Vicepresident Ronnie Brunswijk staat niet te springen om president van de Republiek Suriname te worden, zoals Percaya Luhur-Toppers eerder op een politieke bijeenkomst hebben gezegd. Brunswijk zei gisteren aan journalisten dat niet hij, maar Paul Somohardjo eerder had verkondigd dat Brunswijk de positie van staatshoofd moet innemen. Dus ik weet het, ik heb het ook gelezen hoor, maar ik stoor me niet aan, want ik heb niet gezegd dat ik president wil worden. Dus dat is, als dat een vreemd idee. Ik weet wel zeker dat in die keri, dat Somohardjo zelf heeft gezegd dat deze man gaat president worden. Hij is onze presidentkandidaat. Je kan er nog nagaan, dan ga je die beelden nog opvragen van die keer, dat ga je zelf zien. Ik heb nooit gezegd dat ik president wil. En dat is dan een vreemd idee. Ja? Dus wanneer iemand president moet worden, dat bepaalt de almachtige. Niet de PL bepaalt wie dat wordt, of niet Brunswijk die dat bepaalt. Maar de almachtige bepaalt als iemand dat gaat worden. Kijk maar, iedereen heeft gedacht van Kamala gaat winnen. Enzovoort. En bam, Trump wint over de oorlog. Is dat niet? Dus in ieder geval, ik maak me niet eens druk met al die. Vandaar dat je me nooit hoort reageren. Maar dat gaat me niet aan. Brunswijk benadrukt dat de schepper zal bepalen wie in 2025 uiteindelijk president wordt. Hij geeft aan dat Bronto Somohardjo een blunder slaat met informatie die hij op een PL-vergadering heeft doorgespeeld over Brunswijk's betrokkenheid bij de Scalian-schoutpontons in de rivieren.